Hallo mensen van Mega Minecraft NL. Volgens mij, ja, dat is het. Dit is een eerste keer iemand anders dan degene die jullie altijd horen. Dit keer is het van Patrick. Patrick kan ik ook. Dat ben ik, dus degene die altijd filmpjes maakt op de Star Gaming HD. En we spelen een custom map genaamd, ik heb geen idee. En hij is best wel nice. Oh ja, ik had dan 6 al gepakt. Dan pak ik gelijk op de kist. En het is een vrij leuke map. Ik heb al even rondgekeken en ik weet waar mensen en monsters zitten. En we nemen deze video een paar minuten op. Ik heb geen idee hoe lang een episode gaat duren, ongeveer een kwartiertje. En ja, ze vroegen om Mega Minecraft NL, vroegen om gasholle en ik dacht, ik grijp deze kans aan en ik ga proberen om deze gasholle. Ja, de gasholle te maken en hopelijk word ik aangenomen. Maar in ieder geval, ik ben erg benieuwd of het inderdaad ook echt zo is dat ze mensen aannemen, onder andere ik. En jullie zien dat deze map vol met kool zit. Dat is aan de ene kant heel erg lekker. En aan de andere kant ook zo. Want dan heb je lekker veel verlichting dadelijk. Maar je kan het aan de andere kant ook weer maken met gewoon hout. Voor degene die niet weet wat je moet doen, je hebt een furnace nodig. Je zet houtplank onderaan, een hele houten lok, zoals ik die nu in mijn handje heb. Zet je erin en dan krijg je dus, ja, kool. En daarmee kan je ook gewoon torches maken. Het is zonde om, ja, echt kool te gebruiken voor, ja, je torches. Want ik vind het zelf handiger om dat van hout te maken, want dan kan je makkelijk, daarmee kan je weer makkelijker, ja, ATM, wat doet ik eigenlijk? Dan kan je makkelijk weer ja, gebruiken voor koken. Sorry dat ik zo vaak in herhaling val. Ik heb al aardig wat commentaars gedaan, maar ja, het gebeurt nou, of het tegen gebeurt me dat nou eens. En ja, jullie moeten er niet van opkijken als dat gebeurt, want ik ben menselijk en ik maak fouten dus. Nou ja, en dit is een nieuwe update van Minecraft, dat je hout anders is. Het is zo crap. Soms zie ik vind het echt heel vaag uitzien, kijk zoals dit. En ja, ik ben geen Uber-speler zoals jullie zien, ik maak nog wel eens misplays. En, althans, ik vind dit wel een mooi kleurtje hout, maar ja, god, kleur op, Tom Schaap. En ja, we gaan gewoon deze map spelen en, zoals ik al gezegd, ik heb even rondgekeken en ik weet dat die onder een hele leuke cave vol met mobs zitten, maar er zitten wel allemaal handig gebruikbare grondstof in. En het is een vrij grote kaart, die laat ik nu wel even zien aan jullie. Wij staan hier, ja, op een eilandje en ik denk dat we nu recht die kant naar dat grote ronde stipje gaan. Of daar naartoe. Of daar naartoe gaan we. Of we gaan daar naartoe, daarachter. Maar ja, dat zullen we nog wel zien. Als ik, ja, mee mag doen met dit gasholle en vaak uploaden, dan komt er ook meer van mij. En dan gaan we ook richting dat eilandje. Maar ja, zoals ik al zeg, er zit hier onder mij een span vol met, ja, monsters. En, jemig, wat heb ik verschillende soorten houten. En, zoals jullie al horen, ze zitten hier beneden en ik ga nu, ja, daar naartoe. Voor mij was het hierachter. Er zat een cave, kleur op koel. Het is een hele grote bewoonde map, dat kan ik alvast zeggen. En voor mij zaten ze de vorige keer hieronder. Ik ben nog steeds aan het kijken. Even opblurren, stom schaap. Ze zaten de laatste keer hierachter, maar ik zie ze nu even niet. Ja, hier zo zaten ze. Zoals jullie zien. Ik ga snel even een paar sticks maken. En van die sticks maak ik een heel leuk zwaard. En dat doe ik nog wel een keertje. En ook dadelijk 2 leuke zwaarden om tegen de mos te vechten. En we hebben daar lapisuli, maar dat ga ik dadelijk pakken. Zoals jullie zien, daar staan ze. En daar komen ze ook. En ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik val er blijkbaar in. Oh, dit gaat niet goed. Ja, ik ga eerst dat kapot maken. Dan hebben we dat ook alvast kwijt. En het werkte niet. Waarom wil dat niet weggaan? En het ziet er naar uit dat we dit niet gaan overleven.
Ik zak langzaam weg en ik wil dat stomme ding weghakken. Maar dat werkt niet. Ja, ik ga even maar even die zombie weghakken. Je had ook wel weer gelijk als hij weg is. Jemig, een stomme spinnenweb, dat laat hem helemaal compleet wegzakken. En daar heb jij ook last van, hè? Ja. Kom op, uitspinnenweb. Echt fucking in de tand zit, zeg. Ja, even dit even kapot maken. Jemig, het gaat niet echt lekker, want normaal doe ik veel beter en heb ik helemaal geen last van jullie. En ik ben weer in dat klote spul gevallen. Oh, hey, gaat lekker. Ik kan het volgens mij nog beter met Anne aanpakken. Maar ik had dit weggenomen, hoort het dadelijk allemaal beter van. Ja, kom op. Ook weer zo'n langdurend hakspel. Het gaat echt niet prettig. Het gaat ook niet goed. Maar ja, ja, mooi. Het is weg en het gaat voor mij ook niet veel makkelijker om te overleven. En we slaan deze zombie even dood. Wow, yo. Yo, spinnen. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. En ik krijg deze stomme span niet weg. Ga weg, stomme spider. Haat aan spider, serieus. Ik haat spinnen zo hard. Ja, mag weg met spider. Fuck. Ik kan niet weg, fuck. Ja hoor, we zijn dood. Ah, fuck, waar zijn we nou weer? Nou, zoals jullie zien, we zijn weer compleet echt anders gespannen. Voor mij spannen we daar in het begin ook. En ik wil weer gelijk wel gespannen worden. Stomme spijer, stomme klote, een beetje. Dat gaat echt heel slecht met. Zo, maar ja. Jullie zien het, ik ben geen pro in dit. En ik ga even terug naar mijn eilandje. We zien echt dat het span-eilandje. En ik zwem heel snel naar de overkant. En ja, ik ben niet zo goed hierin. En ik speel het ook nog niet zo lang, maar de enige ervaring die ik heb is dat ik misschien heel veel, ja, dit speel. En ik wist dat daar monsters zaten, maar ik wist niet dat ze zo sterk waren. En de spannen bleek wel heel snel. En ik had het stomme niet meer. Ik wist wat mijn kant is. Maar ja, jullie kunnen meer van mijzelf zien op mijn YouTube-channel, JohnGamingHD. En ik heb daar wat, pardon. Ik heb door, maar ik weet niet dat jullie dat horen, maar ik ben net zo'n goed. In ieder geval, ik heb al aardig op Minecraft upload, dat kunnen jullie daar ook gewoon tussen bekijken. En het leuke aan mijn channel is dat je gewoon verschillende mensen voorbij ziet komen. Nou, althans, hier ben ik van gehoord. Daar komen andere mensen bij. En ook van allerlei soorten games ziet of met ja, Minecraft. En ik ook nog een soort fantasiespel. Dat vind ik juist zo leuk aan de channel dat ik er wel mee doen en dat is zo'n steen. Ja, echt zo. Ik hoop dat deze film dat ik zo'n special sport voor mij voor mij kan doen. Het is een leuk. Dus wat je moet doen is, ja, je moet op de like button klikken bij dit filmpje. Nou ja, dat kunnen jullie niet doen, maar ja, ja, jawel, dat kunnen jullie wel doen. Druk op de like button en abonneer op mijn kanaal en natuurlijk ook op die van, oh joh, wat zit er? Op die van Mega Minecraft NL. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer snel te zien. En abonneer even op de Minecraft NL. Ah ja, dat heb ik al gezegd. Waarom val ik altijd in herhaling? Vind ik zo irritant. Ja, ik val vaak in herhaling en dat is irritant. Ik weet het echt heel zwaar. Ik vind het zelf ook niet leuk dat ik steeds in herhaling val. En er komen van allerlei kanten monsters op mij afgespand. En dat vind ik al helemaal niet leuk.
Ik zie hier al een spin om me afkomen. Zo'n klote beesten. Maar ja, zoals jullie zien, het is lekker bewoonbaar voor met monsters. Dus je ziet mij heel vaak falen, maar ook weer heel veel leuke monsters stonen. En ik hoop dat ik jullie de volgende keer kan zien. Want ik word uitgekozen door Minecraft die mijn Mega Minecraft NL. En als het goed is, word ik dan uitgekozen en zie ik jullie de volgende keer weer. Dus wat zeg ik dit? Abonneer, like en deel. En dan hopelijk tot de volgende keer. En ik sluit deze commentaar weer op met een explosie van een creeper. Yay! Tot de volgende keer mensen.